Oké. Gaan we, Vincent. Twee keer links richting de verkeerslichten. Vincent een, ja, eigenlijk even een toets doen, een soort tussentijdse toets. Verkeerszicht gaan we links af, links. Nou, een soort moment van proefexamen. Het moet over een, een dikke maand moet die examen doen. Kijken wat valt er nog te verbeteren, te veranderen. Waar gaat het goed? Wat zijn nog punten van aandacht? Nou, dan giep je dat een beetje in de vorm van een proefexamen. Ja, het zou ook een tussentijdse toets kunnen zijn voor het examen. Nou, op zich goed dat hij natuurlijk die vrachtwagen meteen zag. Dat hij daar ook meteen een keuze maakt om daar niet achter te gaan rijden. Dus dat is positief. Ja, kruis het wel controleren. Hij trekt vlot op. Dat is goed natuurlijk. De positie is behoorlijk rechts. En ja, die is normaal gesproken iets links van het midden. Ja, nu heeft hij hem goed. Mag je 70, dat is 77 op de teller. In verband met de afwijking, dat rijden we nu ook ongeveer. Ja, vrachtwagens, spiegel, schouder, netjes. Niet te hard naderen. Vincent hadden we Hattem aan. Hattem. Volg de borden Hattem. Yes? Ja, hij knikt, heeft het begrepen. Ja, als je zijn opdracht krijgt, volg dan de borden Hattem. Je zou hier ook naar rechts kunnen gaan richting Hattem, maar we moeten de borden volgen. Dus kijk naar het bord. Kijk naar de borden. Ja, staat netjes aangegeven hier. Ja, hier rechts van de pijl is eigenlijk prima, want dan zit je iets meer ruimte ten opzichte van de vrachtwagen. Witte auto in de gaten houden. Richting bij de pijl. Ja. Doet hij niet. Ja, nou wel gelukkig. Kruispunt wel blijven checken. Even kijken. Auto kort achter me te drukken. Ja, dat is redelijk normaal. Daar moet je maar tegen kunnen, maar het is wel irritant. Ietsje gejaagd gevoel krijg ik bij zijn rit tot nu toe. Het is maar een klein stukje, maar. Ik probeer een stuk rust te bewaren. Trouwens, wat ik nu zeg, dat hoort hij allemaal niet. Dus, ik geef eigenlijk alleen maar de opdrachten van rechts, links. En verder eigenlijk niet. We bespreken dat straks, het eind van de rit, bespreken we het geheel nog wel een keer. Nou, we hebben hier mooi weer erbij.
gelukkig maar weer. Werd ook wel weer een keertje tijd. Maar wel flinke wind, zo te zien aan die windzak. Bij de verkeersrechter gaan we rechts. Verkeersrechter rechtsaf. Een beetje voorsorteren voordat hij het voorstipvak op gaat. Nou, houd gewoon je plekje vast en vanuit daarin stuur je naar het juiste plekje. Ja, controle, kruispunt en fietsstrook. Dan ziet hij dat hij kiest de verkeerde versnelling. Hij gaat terug naar de 1, waardoor hij eigenlijk wat zoek wat van het padje af. Bij het kruispunt ging hij terug naar de 1, terwijl hij beter de 2 had kunnen kiezen, waardoor hij zo eigenlijk vertraagt en versnelt op de motor. Nou, dat heeft effect op je rijlijn. Zorg dat je goed voorbereid bent en de juiste versnelling hoort erbij, en met een licht trekkende motor ga je dan de bocht door. Ja, dat is dus een beetje een bedieningsaspect. Je weet wel in welke versnelling je zit. Tel dat mee. Nou, bij sommige motoren heb je een indicator op de motor zitten. Snelheid is goed. Dijkweg richting Zalk. Verkijken. De bocht. Maar kijken ook of er geen tegenliggers aankomen. Dus je kijkt eigenlijk langs de boerderij heen. Dan komt er wat aan. Ja, dan zul je je positie moeten aanpassen. Dan heb je een T-splitsing. Kijken, nou, dat doet hij ook wel. Dus dat is goed. Tegenliggen. Mag je gerust hier gaan rijden. Ja, keurig. Kijk in ieder geval in je spiegel voordat je weer naar links schuift. De eerste bocht kun je wel goed zien. De tweede bocht zie je eigenlijk niet heel goed hoe die loopt. Dan moet je niet te hard gaan. Even kijken. Ja. Zie je. Dus, hij komt dus eigenlijk helemaal op de linker rijstrook komt hij uit. Dan gaan we links af. De eerste gaan we links. Eerste links. Nou, als je niet weet wat er bedoeld wordt, dan moet je gewoon wat langzamer rijden. Je ziet dus dat hij ook geen tijd heeft om te kijken. Wat moet allemaal haastie. Nou, dat hoeft helemaal niet. Je moet je gewoon goed voorbereiden. Krijg je een opdracht en je snapt niet wat er bedoeld wordt, ga dan in ieder geval langzaam. Ja, je zou kunnen zeggen, ga maar onderzoek doen voor wat er bedoeld wordt. Dus als je dan langzamer gaat rijden, dan is dat ook wel logisch. Het brommetje van rechts is nog ver weg. Nou ja, daarvoor die bocht. Ja, ik noemde het al, maar ik kon bijna wel een beetje zien dat dat ging gebeuren. Nou, dan doet hij insturen, goed doorkijken. Dat gaat op zich wel goed.
bobbeltje in de weg volgens het bord. Daar hebben we er last van. Eigenlijk deze bobbel helemaal niks. Met de motor of met de auto wel. Ja, je hebt hier niet heel veel zicht. Als je hier iets meer links gaat zitten, heb je wel veel meer zicht op het tegemoetkomende verkeer. Die schuur neemt zicht weg. Pas je positie aan. Althans, doe dat wel ruim van tevoren. Niet op het allerlaatste moment, want dan ben je te laat. Zien en gezien worden. Nou, weer zo'n drempel. Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Nou, een hele bende fietsers. Lekker een beetje opzij aan de kant. Yep. Dan eigenlijk weer gewoon de snelheid rijden. Ja, 66 op de teller. Rijd nou 58. Ietsje harder, yes. Nou, er ligt wel wat rommel op de weg hier, maar ja, kijk, rechtuit heb je daar niet echt heel veel hinder van. In de bochten moet je wel even dan rustig aan doen. Nou, houd de borden in de gaten. Wat vertelt het bord? Nou, het bord vertelt eigenlijk dat het een hele smalle brug is. Natuurlijk heb je voorrang, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar eerder de informatie, smalle brug, komt er vanaf deze kant een auto aan met een wat hogere snelheid. Nou, zou je in de problemen kunnen komen. Voorrang of niet, dat maakt dan niet uit. Dus pas je snelheid wel een beetje aan. Einde zone 60 staat er en een stopbord. Nou, kijken of die dan wat met dat stopbord doet. Ja. Hij doet wel wat met stopbord, dus dat is op zich oké. Okay. Alleen hij stopt niet voor de stopstreep. Dat is eigenlijk het enige bezwaar. Maar oké, het belangrijkste is hij stopt voor het eigenlijk het belangrijkste kruispunt. En hij keek ook goed. Maar het mooiste nogmaals is stoppen voor de stopstreep. Een gevaarlijk kruispunt. Je ziet hem netjes kijken. Van rechts en links. Dus prima voor de bakker. In de gaten die auto. Yes, oogcontact maken. En ga er van het gemak vanuit dat hij niet stopt. Gewoon doorrijdt. Rijdt hij dan door, dan schrik je er ook niet van, dan stop je gewoon. Ja, tegenliggen. Zorg voor een afstand, onderling afstand van ja, toch wel 2 meter als het kan. Ja, dus een beetje aan de rechterkant blijven rijden. Liever niet over de putdeksel heen. Dus, wat waarschuwingen.
slinger op de weg geschilderd. Wat zou dat betekenen? Nou, waarschijnlijk dat de fietsers van rechts komen. Wat kruipt hier over de weg? En ondertussen zit Vincent wel veel te kort achter die Toyota. Nou, gelukkig zakt hij nu wel wat af, dus hij is wel op de hoogte ervan. Hoe langzaam kan je rijden? En Vincent gaat weer kruipen achter de Toyota. Ja, wat voor voordeel heeft dat? Eigenlijk 0.0. Gewoon lekker afstand houden. Nou, de auto in de gaten vanuit de parkeerplaats. Mogen we links af? Links. Zebrapadje. Oké. Wel goed in de gaten houden. Als die vrouw echt daar zo blijft staan. Zonder contact te maken met het verkeer, dan is het wel wat lastig. Dan doen we even de stopopdracht. Oftewel de stop en go noemen ze dat ook wel. Ja, dan bij de stopopdracht mag je daarna weer wegrijden als examinator achter je staat. Yes. Nou, geeft geen richting aan. Kijkt eigenlijk niet echt goed. Spiegels, ja, dat zie ik allemaal wel. Maar ook even dode hoek erbij. En die stop eigenlijk zo vlak voor dat kruispunt. Stop dan hier. Hè. Dus je kunt het best zo doen. Kijken. Stoppen. Hup, stilstaan. Kijken. Dode hoek. Richting. Fietser in de gaten houden. Het einde gaan we rechts. Einde rechts. Nou, zie je dat je toch nog best wel vlot moet, snel moet reageren. Zebrapad, check. Weggetje van rechts, check. Ja, keurig. Nog een weggetje van rechts. Check. Ja, maar we rechts. Nou, positie is over het algemeen wel goed, maar een paar keer zit hij eigenlijk wat te ver rechts. Dus dat is wel een aandachtspunt. Zebra. VOP officieel. Brede blik. Swingende bocht.
in je strak houden. Armen licht gebogen. Zet het stuur niet op slot. Linksaf, links. Trekkertje goed in de gaten houden. Snelheid mooi laag. Voorlangs, mooi rustig. Yes. De basis van je rit blijft gewoon goed zitten. Hier tegen de tank. Goed naar voren geschoven. Tegen die tank aan. Armen niet zo. Maar zo. Laten hangen. Zit je eventueel iets voorover. Zorg er dan toch voor dat je niet tegen het stuur aan loopt te douwen. Nou, waarschuwing voor de... overstekende fietsers, we hebben wel voorrang. Maar ja, blijf wel opletten. Maar er is behoorlijk wat troep op de weg aan de andere weghelft dan. Maar ja, dat kan natuurlijk. Ja, kijk. Je ruikt het ook wel. Hier is het weer aardig schoon. Maar wegversmalling. Check. Nou, zone 60. Einde had hem. Nou, dat was straks de A. Of de A50 aan richting Zwolle. Dus we houden Zwolle aan A50. En daarna gaan we de A28 Zwolle aanhouden. Oké. Nou, hij knikt, dus hij heeft het gezien. Wordt er gewaarschuwd voor fietsers. Check. Check, spiegel, schouder. Yes. Goed uit, ja, hij komt aardig goed uit. Twijfelen, wat ga ik doen? Ga ik er wel voorbij, ga ik er niet voorbij? Als je goed de bocht doorkijkt, dan is het geen probleem. Maar je ziet dat hij toch wel moeite heeft met die bocht. Even een stuurbeweging maken, eigenlijk een beetje in de bocht. Ja.
achter die auto. Je kunt gewoon inhalen, hè. 110 mag je te tellen. Nou, kijk, ik push hem eigenlijk een beetje om toch te gaan, maar... Nou, op het examen ook gewoon voorbij. Niet lopen treuzelen. We hebben 103 op de teller. Dus je rijdt nu in het echt 96, 95 rijden nu. We rijden nu 91, 92, nu nog langzamer. Dus gas erop, 110 op de teller. Zonne centrum. Nou, je rijdt ook weer behoorlijk ver rechts. En dan weer een beetje naar links. Dus het wisselt een beetje met zijn positie. Nou, er zat best veel wind inderdaad. Onrustig. Ja, dat is natuurlijk een nadeel. Maar helaas, dan zijn ze bij het CBN niet mee bezig. Dus ze zitten toch in een auto, ze volgen met de auto, dus dat voelen ze zelf niet. Gewoon 110 op die teller, niks aan te doen als je 100 mag. Hier, nou, dit is eigenlijk niet goed. Het dwarsstuk van de pijl heeft hij, normaal doet hij dat ook altijd. Dus. Links. Dan gaan we bij de verkeerslichten, gaan we weer links. Nou, hij koos de verkeerde versnelling. Heel hoog toerental, een stuk onrust erin. Bij nadering van zo'n kruispunt, zorg gewoon voor, wees goed voorbereid. Dat is en de juiste snelheid, maar ook de juiste versnelling. Kijk, het kruispunt controleert hij helemaal niet. Dat verbaast me eigenlijk een beetje. Nou, misschien zit hij nog na te denken over de situatie net. Dat zou kunnen. Dat is zoiets van, oh, ik zat daar niet lekker in de versnelling. En dat leidt af. Dus zorg ervoor een stukje bagage. Extra bagage. Een rugzakje moet een beetje gevuld zijn. Tweede verkeerslichten, gaan we rechts. Tweede rechts. Rugzakje gevuld met een beetje kennis, met een beetje vaardigheid. Zodat je ook dingen wat makkelijker kan oplossen. Vaak weet de leerling wel heel goed wat er niet helemaal goed gaat. Maar, en wat er wel goed gaat, maar ook... Ja, de oplossing, die vertaling naar de bediening is soms wel lastig. Welke versnelling zit ik? Ja, en de juiste versnelling is zeker bij het afslaan wel, afslaan bochten, wel belangrijk.
ik koos hier de linker rijstrook natuurlijk omdat die een stuk korter was. Dus dat is c'est bon, très bien. Oh, nu rijdt hij gewoon door. Nu rijdt hij gewoon door rood. Nu rijdt hij gewoon door rood. Dat was oranje, maar als je kan stoppen, moet je gewoon stoppen. Nou, bij de verkeerslichten gaan we links. Verkeerslichten links. En daarna weer links richting het CBR. Kijk, je moet geen noodstop maken bij oranje licht, maar... Ja. Hij reed ongeveer 30. Nou, hoeveel meter heb je nodig bij een normale beremming? Reactietijd, een metertje of 10. Remmen, een metertje of 8. Nou, je had makkelijk kunnen stoppen. Nou, zou je daarop zakken? No. Nee. Maar kan dat wel iets zeggen over, over hoe iemand op zo'n motor zit? Dan misschien een stukje onzeker. Tijdrichting aangeven, zodat iedereen ook weet waarom je hier op de linker rijstrook zit. Spiegel, schouder voordat je verplaatst. Tijdens het examen niet bang zijn dat je de examinator kwijtraakt. Gewoon lekker doorrijden. Wordt het echt te gek, dan krijg je wel een signaal, een seintje van je eigen instructeur die dan zegt van nou, zoek even een veilig plekje op. Nou, in dit geval staat hij nu te wachten bij het CBR. Hij kent de route. Nou mensen, bedankt voor het kijken en ja, tot de volgende keer.